cabaretier. Ik noem mezelf liever barkeeper en comedian. Ik heb zoveel gezien en meegemaakt achter de bar dat ik dacht, daar maak ik een voorstelling van. Mensen vertellen bijna alles tegen de barman. Geheimen, problemen. En met drank op wordt het al gauw hysterisch. Oh John, oh, in de woonkamer, oh, en wat voor bank. Oh John, mag ik naar binnen? Oh. Dat mensen een leuke avond hebben, dat is wat ik wil bereiken. Niks meer of minder. Zowel in het theater als aan de bar. Daarom ga ik ook na de voorstelling cocktails shaken in de foyer. En ik heb echt alles en iedereen al bij mij aan de bar gehad. Hippe Instagram meisjes. Mannen zijn net als rode wijn. Hoe ouder, hoe lekkerder. En trouwens, ik ben meer als tequila. Je moet me met een korreltje zout nemen, niet zo'n zure bek trekken en morgenochtend heb je spuit. Celebrities. Ricky Martin, Robbie Williams. Eén bandje vond ik te gek. The Party Animals. Alle nationaliteiten. Je kan zien aan de manier van bestellen van een man waar iemand vandaan komt. En nog twee Jack and Sinas, een Casas Rosé, twee Bokbier, één witte wijn, drie Sparrow, Martini, nog twee bier erbij. Maar dan weet je dus dat de Nederlander is als die daarna zegt, oh ja, apart afrekenen alsjeblieft. En de ladies natuurlijk, hè? De dames, de ladies. In alles zijn we geëmancipeerd, maar aan de bar zijn er nog steeds meestal de mannen die drank moeten halen. Niet iedereen is er. Er zijn ook heus wel zelfstandige vrouwen die hun eigen drankje betalen. Ja, de lelijke. Als je nu niet lacht, ben je lelijk, hè? Het is comedy. Ja. Als je tijdens een avond doorzakken, helemaal los bent gegaan. Hé, hey, Clifton! Clifton! Dan ben je blij dat niemand het onthouden heeft. Die camera van jou, die heeft alleen maar beelden. Bij mij aan de bar zitten echte verhalen. Behalve de barman. De barman heeft jouw grootste geheim gehoord. Maar weet je het zelf nog?